De kwaliteit van televisieprogramma's kan beter. Dit geeft Frits Pengel aan, de eerste directeur van de Surinaamse televisiestichting STVS. Pengel vindt de huidige ontwikkeling, waarbij Suriname meer dan 40 televisiestations stelt, niet bevorderlijk. De ontwikkeling is niet zo gegaan zoals ik gehoopt had. En je hoopt dat de kwaliteit steeds beter wordt. Dat die kwaliteit van nu een hogere kwaliteit is dan toen ik er was. Maar helaas kan ik zeggen, men heeft voor een andere weg gekozen. Men heeft gekozen voor de kwantiteit, niet voor de kwaliteit. Wat heb je aan 50 televisies? Je kan niet naar 50 televisiestations tegelijkertijd. Het geeft je een kwestie van keus, maar in hoeverre? Laat de keuze zijn in goede programma's. En dat zie ik helaas niet. De formele opening van de STVS heeft plaatsgevonden op 20 oktober 1965. Volgens Pengel waren de plannen voor het opzetten van de nationale zender reeds lang voorbereid, vanaf het jaar 1960. Pengel, die vandaag zijn 90ste geboortedag mag herdenken, geeft verder aan dat teamwork en het hebben van gemotiveerd personeel van belang is voor het realiseren van gestelde doelen binnen iedere organisatie, met name televisiezenders. De verantwoordelijkheid naar de samenleving toe dient eveneens gewaarborgd te blijven, geeft de ex-directeur aan. Ik zeg, zij die verantwoordelijk zijn om programma's te maken, haal het beste uit jezelf. Hè? Want het volk verdient het beste. Hè? Echt. Hè? Haal het beste uit jezelf. Eet alleen het beste uit jezelf. Hè? Giet dat in een vorm, in een televisievorm, die toegang vindt bij de bevolking. Dat zij daarvan iets kunnen opsteken. En dat het een voorbeeld kan zijn. Hè? Pengel geeft tot slot aan dat televisiezenders naast de verantwoordelijkheid naar de samenleving toe en het waarborgen van de opzet van programma's meer inhoud moeten geven aan de weerspiegeling van het Surinaamse op de beeldbuis. De televisie moet de spiegel zijn waarin het land Suriname kijkt. De televisie moet reflecteren wat er gebeurt in het land. Ik zeg altijd hoe je het wil, televisie behoort niet aan een toevallig zittende regering. De televisie is eigendom van het volk van Suriname. Het volk van Suriname moet de gelegenheid krijgen zich uit te drukken op die televisie, onder leiding in een vorm die acceptabel is en die een hoog niveau heeft. Frits Pengel wordt van harte gefeliciteerd met zijn 90ste verjaardag. Namens de raad, de directie en het personeel van de STVS, met name de nieuwsdienst.